Stone Island jas, 750 euro, deze 300 euro. Wel knap dat je dan zo'n duur jasje aan hebt, maar dat het gewoon lijkt op thuisbezorgd.nl. Ja, daar zijn we weer, donderdagmiddag, en dat betekent een nieuwe aflevering van De Mensenmening. Mijn naam is Tom en vandaag ben ik benieuwd of de mensen op straat wel eens zijn ontslagen. En natuurlijk, waarom? Onze jury gaat raden of de mensen ja of nee zeggen. En dit is vandaag de jury. Goedemiddag! Goedemiddag! Hey mensen, vandaag zit ik in de jury. Hey, Roxanne hier. Ja, top. Kom maar, door. Ik sta hier naast Joseph. Joseph, hoe is het leven, jongen? Ja, ga lekker. Ja? Ja, tuurlijk. Je gaat zwemmen, Joseph. Heeft Joseph nou een panty op zijn hoofd? Ik heb een werk en vriendinnen. Ja. Meerdere vriendinnen? Gewoon eentje. Heel goed. Ja. Tenzij ik een trio wil doen. Kan ook, hè. Bij mij mag altijd. Hij staat voor alles open, jongens. Hey, wat voor werk doe je nu? Ik doe chef-kok. Wat is jouw beste recept? Dat is risotto. Oh, lekker is dat, hè? Ik ben niet zo'n risotto-fan. Jullie zijn maar niks. Met vis of met... Het is met... Jij maakt het, hè, maat? Ik weet niet, hoe noem je dat? Maat, jij bent de kok. Ik vraag me af of hij überhaupt weet wat risotto is. Ik maak risotto. Het is best een makkelijk gerecht natuurlijk. Het is hartstikke lekker. Mensen zijn er gek op. Ik maak het al jaren. Het is vrij simpel. Wat ik doe is, ik prik 6 gaatjes in het folie. Ik doe het deurtje dicht. Je drukt 2 keer op start. Gaat hij naar 1 minuut. En dan flikker je het gewoon op een bord of zo. Wat voor baantje heb je nog meer gedaan? Ik heb schoonmaak gedaan. En krant gedaan. Awassen. Hij heeft wel veel baantjes al gehad. En kan hij wel bij eentje zijn ontslagen. In magazijn gewerkt. Dit zijn allemaal baantjes waar je niet echt ontslagen kan worden. Dit kan je niet fout doen. Ben je lekker aan het pieken op dit moment, man? Ja. Is Tom nou sarcastisch of? Ben jij bij een van die baantjes wel eens ontslagen? Deze vent is nog nooit ontslagen. Tenzij die in dat magazijn alles om heeft laten vallen, maar ik denk deze... Nee joh, die is nog nooit ontslagen. Hij is ontslagen bij zijn krantenwijk. Hij heeft alles opgestookt. Denk ook. Ja, hoorde het. Ik heb nog de krantenwijk gehad. Dat mocht ik niet van mijn moeder. Ik kan me niet voorstellen. Wie wordt er nou ontslagen als afwasser? Daar is nog fucking blij mee. Maar ik denk wel dat hij ergens een keer is ontslagen. Ik denk echt bij de krantenwijk. Veel baantjes gehad. Ja, ik ben in magazijn ontslagen. Omdat ik elke minuut naar wc ging. Oh. Ik dacht omdat hij dus alles had om laten vallen. Nee. Oké. Okay. Ik ga gewoon lekker de hele dag zitten kakken in de bazentijd. Ja. Weet je wel. Ik had op dat moment geen zin om te werken. Hij heeft gelijk, joh. Maar hij is ontslagen omdat hij te lang aan het poepen was. Ja, maar hoe lang poep je dan? Na 5 minuten ben je toch klaar? Wat doet die vent op de wc? Echt naar wc, gewoon telefoon. Ja, een beetje appen. Ja, een beetje appen en dat. Maar ik ben nooit ergens ontslagen. Ik heb bij een snackbar gewerkt. Dan mocht ik lekker in de smart een beetje snacks bezorgen. De bloemenwinkel heb ik ook gewerkt, wilde ik ontslag nemen, maar verdiende te goed. De eigenaar was wel een lul, maar verder heb ik alleen maar ontslag genomen, want werken is gewoon kut. Ik sta hiernaast, Faisal. Yes. En ik vraag me toch altijd af, als ik deze jassen zie, is het dan een echte of een neppe? Deze is zelf echt. Echt? Ja. Hoe duur is dat? Deze is 750 euro. Het is een zwarte jas. Heb ik iets gemist? Wat is het voor merk dan of zo? Het is veel te veel geld, man, voor een jas. Ja, houd maar warm. Deze is 100, hè? Daar koop je er 7 voor. Ja, is wel mooi. Je ziet ook dat die 100 is, want hij is gewoon lelijk. Dankt ook een fluit aan zijn rits bij Tom. Wat is dat, een hondenfluit? 750 is wat te veel. Klopt. Ik vind het vet, ik hou van mooie kleren, maar ik vind dit net te veel genaaid worden door kapitalisme. Heb je nog meer dure spullen? Ja, ik heb schoenen van 950 euro. Wat? Broek van 750 euro, riem van 300 euro, Stone Island shirt, 250 euro, Stone Island jas, 750 euro, deze 300 euro, dus... En het grappige is altijd als mensen dan zoveel geld uitgeven aan kleding, dan zijn ze gewoon vakkenvullen. Als ik 2000 euro's aan heb, dan zou ik zo'n schilders ding eroverheen doen om het te beschermen gewoon. Ik vind het wel knap dat je het durft. Maar wacht even, 750 is 1450, plus 900, dat is... 2300 plus. Oh mijn god, ik schrok. Ik dacht dat hij een thuisbezorgd jasje eronder aan had. Maar jij loopt hier met meer dan tussen de 2.000 en 3.000 euro aan kleding. Ja, eigenlijk wel, ja. Wel knap dat je dan zo'n duur jasje aan hebt, maar dat het gewoon lijkt op thuisbezorgd.nl. Hey Faisal, hoe jong ben je? Ik ben 17 jaar oud, eerlijk gezegd. Ik dacht wel dat hij iets ouder was. Hey, en wat voor baantje heb je allemaal gehad? Ik heb in de steigerbouw gewerkt. Ik werk nu in de verkoop. Ik heb bij PostNL natuurlijk gewerkt. Waarom zegt hij ook zo zelfverzekerd dat hij... En PostNL natuurlijk. Waar komt dat... Gewerkt bij de Appie.
Ja, en zwart natuurlijk ook bij een vriend of een oom. Zo gaat dat. Maar al die baantjes bij elkaar, dan koop je niet zulke kleding. Dat kan niet. Nee, no no. Ben je wel eens ontslagen? Ja, deze is 100% ontslagen. Niet gemeen bedoeld, maar deze heeft wat verkeerd gedaan. Iedereen bij de Albert Heijn heeft gewerkt en er niet meer werkt is ontslagen. Ja. Toch? Ja, ik heb ook bij de Albert Heijn... Een blauwe maandag, jij bent zelf weggegaan, hij vond het te ver fietsen. Nee, ik zal uitleggen hoe het ging. Dat was nog in mijn jongere jaar, toen was ik 15. Toen werkte ik op de... Kut, hoe heet dat met al die koude... Diepvriesafdeling. En toen kreeg ik geen handschoenen. Zijn ze helemaal mal? Ja, pik. Ik heb blauwe vingers, jongen. Zo'n zak doperwten. Weet je hoe koud dat is, maat? Ik denk het wel. Als hij nu 17 is, waarschijnlijk werkt hij al eventjes, want dit verdient goed. En hij heeft al die spullen al gekocht, dus hij heeft al een salaris gehad. Dus waarschijnlijk was hij 14 toen hij in de stijgerbouw zat. En toen had hij scheid aan alles, jongen. Toen echt Faisal, die sloopt de stijgers, dat wil je niet weten. Die had echt scheid aan stijgers. Bij de Albert Heijn is hij al een keer ontslagen. Ja, ja. Okay. Nou, ik ook. Nou, ik niet, want ik ging zelf weg. Nee. Nee. Verdomme! Ik heb vaker ontslag genomen omdat het mij niet aanstond. De werkvloer met de mensen die om me heen zaten. Of de collega's. Zijn collega's hadden niet dure kleding. Ze betaalden niet genoeg. Dat ook. Nee, maar het is wel gewoon dat ik gewoon ook een draai wil hebben. Begrijp je? Ik werk nu gewoon, mijn werk is sales. En ik werk in de verkoop. Sales, verkoop. Gewoon vakkenvuller. Sophie, hoe is leven? Gaat goed, ja, gaat goed. Zo meteen tentamen. Zo, een gigantische Sophie. Hoogkaterijnen Baga, je weet hoe we het doen. Wat voor? European Studies, mijn master. Ik ben dom, dus je moet het eventjes... Nee, Tom, toch? Ja, wat is het nou? Internationale betrekkingen, maar dan gericht op Europa. Ik ga Tom, denk ik, voor kerst een LOI'tje geven of zo. Want dit is echt, het loopt wel uit de klauwen. Onderwerpen die binnen Europa afspelen, cultureel gezien, politiek gezien, economisch... Op die manier. Oh ja, dat is veel makkelijker. Ja, ja, ja. Ik snap het nu ook. Yes. Je kan naar buitenlandse zaken, je kan naar de media, je kan... En bijbaantjes? Hoe kom je aan je poet? Oma Duo of ik nog wel? Ik bij een taalinstituut, Babel. En wat? Ik hoor het gewoon niet. Taalinstituut, Babel. Wat? Dan kun je gewoon mensen helpen of zo? Of hoe? Ja, helpen met taalkursen, inschrijvingen, dat soort dingen. Ja. Nog meer bijbaantjes gedaan? Nee. Ja, vroeger van alles en nog wat. Vertel. Bij dierentuin. Owens Dierpark, ja. Ja. Dat dacht ik al. Zo'n meisje vind ik daar ook. Ja. Ik ben daar wel eens tegen gekomen. Veel plezier, leuk! En in een hotel en oppas. En alles, alles en nog wat. Veel baantjes gehad dus. Ja. Dus chick lacht echt constant, was ik. Ben jij dan ook wel eens ontslagen? Ik weet zeker, deze is gewoon een keer ontslagen omdat ze geld uit de kas heeft gehad. Ja, maar haar ontsla je niet zo snel. Maar ze kijkt nu wel van, oh, je moest eens weten, Tom. Ja. 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 Ik denk dat ze een aap heeft ontvoerd uit die Ouwehands Dierenpark. Wat? Hoe heet dat? Ouwehands Dierenpark? Hoe heet dat? Kom maar eruit, Ouwehands Dierenpark. Ja. Nee joh, ik denk het niet. Nee, maar anders nee. Nee, hij is niet ontslagen. Ben ik wel eens ontslagen? Volgens mij niet. Verdomme, ik waarom niks gewoon. Nee, volgens mij niet. Goed hè? Doe je heel goed. Gelukkig maar, ja. Vroeger deed ik altijd spelletjes en dan kon ik gewoon geld jatten bij Monopoly. Maar dit is niet te doen. Ik kan nergens vals spelen. Was hem alweer deze editie van de Mensenmening. Dankjewel voor het kijken en als je het een leuke video vond, hoppatee, duimpje omhoog. En dan zou ik zeggen, groetjes thuis, tot volgende week.